Leppeheim wil meer wijzen als een verzorgingshuis alleenig. Ik oordrein van boeten kan er nou nog terjochten. Maar de bus die het harden ophelt, wordt voor het bezuinigen. En de koffiekopjes staan aasen leeg. Ja, ik vind het triest. Ja. Waarom? Nou ja, die arme mensen, die hebben net zo dwaan thuis. En die zitten dan maar thuis. Kwetsbare ouderijn boeten Leppeheim krijgt nou besieten om haar wat actief te houden. Maar ik dat houdt op en wordt oerlitten om vrijwilligers en familie. Ik vind het verschrikkelijk voor mijn eigen werk, maar ik vind het ook verschrikkelijk voor de meisjes. Ik vind het verschrikkelijk voor de toekomst. Ik ben krek opgeleid als SPW'er. Het is toch een echte opleiding, denk ik. En het wordt nou krek niet zo vrijwilligers dat ik wel kan. Zijn mening over de bezuinigings wordt deeld door de bewoners. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Nee. Komt net goed. Nee. De hutste klappen vallen bij de afdeling Wolwezen. De leiding daar weet maar al te goed wat er op het spul staat. Nou, het gaat vooral om de mensen natuurlijk, om de kwaliteit van leven van uw bewoners. En ja, het stik welzijn wat wij heel heug in het vaandel altijd hier. En ik hoor dat we het nou wel een stik behind. En dat is natuurlijk heel triest. De politiek in Den Haag is op het stuit net heel populair in Akrum. Wij denken dat de regering nou de waande is om gewoon ergens een streep te zetten. En dat alles onder de streep valt af. En dat er geen enkel idee achter zit van qua visie en qua idee van hoe dat, wat het beschut van de mensen met hem. Soms heb ik wel eens het idee dat politici nooit moeten komen.